Welkom bij episode 17 van de nieuwe Minecraft Survival. Oh shit, ik had jullie niet gezien. Dat is wat ik nu dus de hele dag doe. Minecraft spelen op mijn server. Oeh, ik weet niet of ik deze server ga open doen voor jullie. Misschien wel. We zitten met een maximum capaciteit van 20 mensen. Kijk, dat is niet toegestaan op deze server. Misschien zet ik deze wel open en dan kunnen we met iedereen leuk samen Minecraft spelen. Dat is een grapje, we gaan geen Minecraft spelen vandaag. Welkom bij een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Kanker! Ik was even Minecraft aan het spelen en ik kwam ineens op het geweldige idee. Hey, lang geleden dat ik winkels heb opgelegd met de prank call telefoon. Alle prankcalls die ik zie op YouTube... Het is niet een grap. Mensen proberen het daar. Zo werkt het niet. Ik weet niet of jullie het weten bij de YouTubers, maar zo werkt het niet. Prank al, het gaat om de inhoud. Als je een inhoudsloze prank al doet, dan is het gewoon niet funny. Het gaat er allemaal om dat je gewoon serieus moet blijven. En dat je moet blijven doorgaan, ook al geloven ze het niet meer. Dat is hoe je een goede prank al doet. Serieus blijven, vertrouwen winnen van de persoon die je aan het prankcallen bent en dan gewoon vol erop gaan. Sommige mensen hadden er al eens op gelet, maar in al mijn prankcall video's, ik heb al een paar keer zo dezelfde guy gebeld en die guy flipt elke keer. Ik denk altijd dat het gewoon weer iemand is die frietjes kon bestellen in zijn frituur. Het is eigenlijk niet zo grappig, man. We hebben een score van 2 op 5, altijd heeft 2. Het is gewoon mijn ding geworden om altijd de frituur te bellen die de slechtste rating heeft. Wees zeker dat ik morgen op deze nieuwe prankcall video subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ben echt gewoon aan het smaken aan jullie om te subscriben. 400.000 abonnees, ze zitten erin. Is het die bal aan, die dikke veel. Andere YouTubers smeken om geld te doneren op hun Patreon. Kijk, ik smeek voor die sub. Doe. Zijn we hier om frieten te bestellen? Zeker niet. Jullie scoren is slecht, daarom nemen jullie... Ik zou ook niet opnemen als Gilles, maar neem op. Zouden wij dit telefoongesprek mogen uitzenden op televisie? Want wij kunnen u feliciteren, u heeft een prijs gewonnen. Ja, dan geef ik eventjes mijn baas, oké? Okay? Is goed. We hebben een prijs gewonnen. Hallo? Hallo? Ja? Spreek ik met de eigenares van Frituur het... Ja, ja. Is het oké als wij dit uitzenden op televisie? Want mevrouw, u heeft een prijs gewonnen. En welke prijs zou wetten? Hallo? Ja, voor welke prijs zou wetten? Voor welke prijs? U heeft de prijs gewonnen van slechtst beoordeelde frituur van Gent. Ja, oké. De scores, ja, de scores liggen niet, mevrouw. Heeft gewoon, de scores liggen niet, mevrouw. U heeft gewoon echt de slechtste frituur van Gent. Ja, dus wat... Wat heb ik? Mevrouw, kunt u dat nog even herhalen, alsjeblieft? Ik zeg, wat wilde? Ik heb een prijs gewonnen. Licht dood. Wat gebeurde? U heeft de prijs gewonnen voor slechtste frituur in Gent. De prijs, wij komen die afgeven in uw winkel als u dat zou willen. Ik versta niks van wat u zegt. Ik versta ook niks van wat u zegt. Ja. Ik denk wel dat u duidelijker kan moeten zijn. Ja, ik kan niet duidelijker zijn, want ik versta... Ja, ik kom op televisie. Ja, oké. Ja, u komt op televisie. U heeft de slechtste frituur van Gent. Ja, dus? U heeft die prijs gewonnen. Ja, dus? Jullie, dat is heel tof. Dus wat moet ik hier dan doen? Ja, gewoon de prijs in ontvangst nemen voor de slechtste frituur van Gent, denk ik. Wat moet ik hier dat ontvangen? Ja, wij komen die wel afgeven. Wanneer komen jullie? Ik weet niet wanneer wij komen. Je weet het niet. Ja, jawel, op het einde van de dag, denk ik. Tussen 6 en 8. Vandaag. Ja, vandaag. Vandaag. Tot straks. Hoezo? Iemand is zo blij met deze prijs. Ik ga mensen gaan boos worden. Ik heb geen fok verstaan welk accent. Dat is een scheiding tussen Belg, Marokkaans, Vlugje, Antwerps. Ik hoorde toch ook wel iets West-Vlaams hoor. Dat is een beetje vlaag van vrouwen. Ik ga zoveel moeite hebben met dit te ondertitelen. Ik heb er zelf ook helemaal niks van verstaan. Stel je voor, mensen zijn zo blij. Ja, wat moeten wij doen? We hebben de prijs gewonnen. Eindelijk iets gewonnen hebt aan deze dag. Ik hoorde die andere guy ook zeggen, ja, ik ga mijn baas even geven, we hebben iets gewonnen. Nee, sorry mevrouw, u heeft niks gewonnen, het was een grapje. Nathan, we vinden het eigenlijk echt niet grappig dat jij je winkels zo oplegt. Het kan niet. Ik was gisteren ook weer op televisie. Help me! Hoezo? Hoezo weer? Hey, wat je... Waarom weer die... Nice! Shoutout VTM Nieuws. Ik gebruik wel eens nieuwe beelden van mij ofzo. Snap je, die beelden zijn echt van jaren geleden ofzo. World Cabin Wagon 1, wat moet ik daarvoor doen? Monique 3 is momenteel niet bereikbaar. Welkom bij Voicemail. Godverdomme man. Ik denk dat iedereen gewoon iets aan het doen is op deze maandagmiddag. Alsjeblieft. Godverdomme. 1207 wenst u prettige eindejaarsfeest. Dank u wel. Welkom bij 1207. Goedemiddag, zou u mij kunnen doorverbinden met de frituur in Gent die open is op dit moment? Daar heb ik geen zicht op, zijn meneer. Had u een voorkeur van een frituur? Ik heb honger, mevrouw. Je wil niet weten hoeveel honger ik heb. Je moet daar niet op antwoorden. Dank u wel. Ik
ik krijg een site geen frituur open, man. Ik heb er geen fok van verstaan. Hallo mevrouw, bent u daar nog? Ja, ik ben hier nog. Heeft u een goede middag? Rustig, op het werk, beetje telefoneren. Beetje telefoon. Wacht, hey, frituur aan Doverpoort. Verbind mij maar door. Wat doet u zo buiten werken? Telefoneert u ook als u niet werkt? Als dat nodig is, ja, frituur Overpoort. En heeft u kinderen? Chicken, dat is niet goed, hè. Ja, dat is ook goed. Eigenlijk maakt de dag niet uit waarmee ik doorverbonden word. Als ik maar eten. Als ik maar eten heb. Dan kwam mevrouw nog een goeiemiddag. Nee, is nee. Kijk, daar komt hij. Als ze niet opnamen. Jullie, hoe duur dat 12.07 is? Dat is een goede opvulling om die 10 minuten te halen, snap je? Het nummer dat u wenst te bereiken, antwoordt niet. Staat er een telefoonnummer hierop? We bellen naar Flesje Fruitsap. Wij zullen u met een van onze medewerkers doorverbinden. Ik kan niet je helpen. Goedemiddag mevrouw, ik heb dus bij jullie 100% fruit, sinaasappel, orange, versap, jus frais, koud geperst, pressé à froid gekocht. Ik kan u eerlijk zeggen mevrouw, ik ben niet tevreden van dit product. Tegen, hè, over de kwaliteit van het product. Er zat ook pulp in. Er staat op dat er geen pulp in zit, er zat pulp in. Er was pulp in. Ik ga dat noteren en dat doorsturen dan naar de kwaliteitsdienst. Okay. Ik uw familienaam? Mijn familienaam is Bart de Graaf. Dat is met CQ. Kunt u me spellen de naam? Dat is belangrijk. Ja. Noteren, dus dat is C-A-C-Q. C-Q. Bart de D-E. Nee, dus uw familienaam dan eerst. C-A-C-Q-B-A-R-T. Met de T van tepel. Heb je een e-mailadres, meneer? Nee, ik heb geen e-mailadres. Ik heb het wel opgedronken. Kijk, is mijn gezondheid nu in gevaar? Ja. Ja. Mhm. Dat was een vraag, mevrouw. Is het een grapje, meneer? Want ik hoor lachen achter u, hè? Er zit niemand achter mij. Ik ben hier alleen. Zoals altijd. Meneer, u hebt alles niet gedronken van dat terug te brengen naar de winkel dan. Er zit wel nog een bodempje in, ik kan dat terugbrengen naar de winkel. Wist u misschien dat alles terugbrengen in de winkel? Oké. Dus ik moet dit flesje... Ik ben aan de beurt. Mevrouw, ik ga dat terugbrengen naar de winkel. Oké. Jongens, dit is waarschijnlijk het meest stresserende wat ik ooit heb gedaan. Maar oh shit. Oké, jongens, ik ben aangekomen op een plek. Dus de security kijkt maar. Het is maar return to sender. Er zou waarschijnlijk wel mensen zijn die zeggen, joh, het is niet funny als je dat doet. Die mensen proberen ook al gewoon werk, ik probeer ook gewoon mijn werk te doen. Kijk, ik lees hier dus de reviews van deze frituur. Absoluut geen aanrader. Kleine porties voor een grote prijs. Ben de hele avond ziek geweest van de bevroren frieten. De ober was zeer onbeleefd en was de hele tijd aan het bellen en sms'en tijdens het bakken. Slechtste frituur in Brugge. Hallo? Goedemiddag meneer, spreek ik met frituur... Ja, zeg maar hoor, goedemiddag. Weet u dat u een gemiddelde score van 2 op 10 heeft op Google Reviews? Alsjeblieft, ik heb niet goed verstaan. U heeft de slechtste score van alle frituren in Brugge. Ja. Ik ga dus even een paar reviews voorlezen voor u. Absoluut geen aanrader. Kleine porties voor een grote prijs. En de hele avond ziek geweest van de bevroren frieten. De ober was zeer onbeleefd en was de hele tijd aan het bellen en in sms'en tijdens het bakken. Slechtste frituur in Brugge, heeft u daar iets op te zeggen? Ja, oké. Okay. De volgende. Onvriendelijke man, taai vlees dat uit de microgolfoven komt en waterige saus. Ah ja? Oké, nog eentje. Dure frituur, niet lekker, de pasta pesto was veel te vettig. Ja? Ja, wil je er nog een paar? Nee, ik moet er niet voor... Ja, mensen... Oké. Ik geef nog eentje. Personeel onaangenaam en erg traag. De kwaliteit is echt niet bij rendezvous voor tarieven net zo laag. De prijzen is goedkoopst van Brugge, je moet daar kijken. De slechtste hamburgers ooit. Alles doggy daar, maar absoluut geen vlees. Hallo? U belt voor wat, meneer? U heeft de prijs gewonnen. U heeft de prijs gewonnen van slechtste frituur in Brugge. Nog eentje. Okay. De ober was zeer onbeschoft. Op de top van dat, de wafel was vochtig. De prijs? Ik ga de prijs geven. Ja, maar het gaat niet om de prijs. Een slechte ervaring in het algemeen, zelfs vanuit een toeristisch perspectief. En nu? Ik heb er nog een paar. Nee, waar ga je bindigen? Wat moet je hebben nu? Een reactie. Wat een reactie? Lage prijzen, kwaliteit onacceptabel. Ja. Lage prijzen? Mijn prijs is laag. Vlees is ook laag. Dat is de mensen hun mening. Dus
Ja, het zijn wel veel mensen, meneer. Ik heb, het zijn 31... Hey, 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 het is aan mij. Het is aan mij. Het is aan mij. 31 reviews. Ja, kijk, kijk. Ik ben hier eerst van alles. En ik ben meneer van de voedselinspectie. Ja, doe maar. Wat wil je doen? Bart de Graaf met CQ. Kijk, meneer, morgen komen wij gewoon uw vlees checken, oké? Okay? Ja, ja, doe maar wat je wilt, oké? Okay? Ik kom morgen met heel mijn team uw vlees checken. Check, we komen morgen. We komen morgen. Ja, kom maar, kom maar. We komen morgen! Ik hoorde ook een kind op de achtergrond. Even dacht ik van, yo, dit is niet funny. Toen dacht ik weer van, yo, het is wel funny. Kijk, het is niet makkelijk bij de voedselinspectie werken, snap je? We worden uitgekakt door iedereen. Serveer goede friet of serveer geen friet. Dat is het enige wat ik te zeggen heb, snap je? Dat is deze video leuk, man. Smash aan duimpje omhoog. Dat was een fucking geslaagde prank, al. Maar ik ben trots op mezelf. Ciao aan iedereen die naar deze video heeft gekeken. Als je deze hebt uitgekeken, dan ben je een echte broer. Hallo. Ik ben echt blij dat ik deze niet heb moeten kopen, want dat kan ik zo kunnen zien. Ik heb er een goed kop door, dus ik zie er nog nice uit. Waarom zou ik deze schoenen niet aan de werk zijn? Dit is waarom ik deze schoenen niet aan de werk pak. Deze schoenen zijn echt uit, want dit is maat 42. Dit is ook maat 42. Zie je, zie je. Fuck! Deze schoenen.